Goed. Ja, ramp of zegen. Ja, ik ben er al de hele dag. Ik denk, van tevoren was mij niet helemaal duidelijk wat voor soort dag dit zou worden. Wat voor publiek. Dus ik denk, ik ga gewoon eens de hele dag luisteren. En eens kijken wat de stemming is. En ja, gaandeweg de praatjes dacht ik van ja, god, dit is dus een heel open-minded, kritisch publiek. Maar hoe zullen ze eigenlijk tegenover dit CO2-verhaal staan? En dan kan ik, ja, deels nu heb ik daar wel een verwachting van. Maar ik ben toch wel benieuwd. Dus wie van jullie zou zeggen dat CO2, hè, dus onze CO2-uitstoot, dat een groot probleem, een ramp. Wie zou zeggen dat dat een ramp is? Oké. Okay. Zal ik dan maar stoppen? Misschien nog een extra pauze of zo? Want een paar jaar geleden, sommigen van jullie weten misschien dat ik heb al een jaar of tien geleden had ik al contact met Thierry Baudet. Ik had geen idee wie hij was. Het was ruim voordat hij de politiek inging. En ik had gewoon een lezing gegeven bij zijn leesclubje. En ik dacht van, wat een fascinerende persoon is dat. Dus we hielden zo'n beetje contact en hij belde mij af en toe. En toen hij dus FVD begon, toen zei hij op een gegeven moment, ja, ik zou het zo leuk vinden als je zou komen praten. En toen was in de rij en het was helemaal volgeladen. Maar dat is niet een paar honderd. Nee, dat was gewoon 1500 man in de rij. Ik heb echt nog nooit voor zoveel mensen gestaan. En ik kan me nog zo goed herinneren. Hier kreeg ik 10 minuten, maar daar kreeg ik maar 3 minuten van Thierry. Ik moest in 3 minuten het zeer complexe klimaatverhaal gaan neerzetten. Ik zeg, Jezus. Nou, goed, oké, ik doe mijn best. En dan denk je, FVD, controversiële partij, allerlei controversiële standpunten. En het ironische van die dag was dat mijn verhaal over CO2 en klimaat was het enige verhaal wat gewoon controverse opriep. Boegeroep vanuit de zaal. De beveiliging kwam naar me toe en zei, ja, we zijn er voor je. We houden het in de gaten. Dus ik dacht echt van, Jongens, ik dacht dat Baudet beveiligd moest worden, weet ik veel wat, maar niet dat ik beveiligd kan worden. Maar goed, dat het geen ramp is, betekent ook nog niet dat het een zegen is natuurlijk. Maar wie van jullie zou het ook een zegen noemen, CO2? Ja, oké, dat zijn er. Maar dat is niet de hele zaal in ieder geval. Maar goed, om heel kort het klimaatdebat samen te vatten. Ik ben daar nu 15 jaar als wetenschapsjournalist mee bezig. Eigenlijk kunnen we niet wetenschappelijk bewijzen of het een ramp is of een zegen. Dat is hoe ik erin sta. Alleen, het wordt natuurlijk wel gebracht als een ramp. Ja, en het is een ramp die ons weer diep persoonlijk in ons privéleven gaat ingrijpen. Maar daarover zo direct nog iets meer. Oké, nou heel kort. In het programma zag ik deze tekst staan. Doorzie de valse voorgeschreven verhalen. Nou, ik heb nu van Karel van Wolveren gehoord wat hij bedoelt met dat voorgeschreven. Dat was mij van tevoren nog niet helemaal duidelijk. Maar ik dacht van ja, voorgeschreven verhaal. Is het CO2-verhaal nou een voorgeschreven verhaal? Ik denk het wel. En Karel van Wolf had het ook over van je verliest je baan. Nou, ik heb mijn baan niet verloren. Ik heb mijn baan zelf opgezegd en ik ben aan een boek gaan werken. Het boek De Staat van het Klimaat. Maar het is wel zo dat bijvoorbeeld in de jaren daarna een collega van mij, Maarten Keulemans, die ging werken bij de Volkskrant. En toen zei ik, ah Maarten, super, dan kan ik ook stukken gaan schrijven voor de Volkskrant. Dat was afgekaart daar. Het was niet de bedoeling dat ik voor de Volkskrant ging schrijven. NRC, Trouw, die kranten. Ik kon daar met mijn klimaatvisie, kom je daar feitelijk niet binnen. Zonder deze grafiek, had ik hier vandaag niet gestaan. Deze grafiek is van grote invloed geweest op mijn loopbaan als journalist. Dit is de beruchte hockeystick grafiek vanwege de vorm, ijshockeystick. En het laat de klimaat op aarde zien tussen het jaar 1000 en het jaar 2000. En je ziet dus een licht dalende lijn of een beetje stabiel klimaat, totdat wij CO2 gaan uitstoten en hop, het vliegt de pan uit. En mijn hoofdredacteur toen van het tijdschrift waar ik werkte, die zei, ja, er is gedoe over deze grafiek, duik jij daar eens in.
En 2 maanden later, ik heb er toen 2 maanden fulltime aan gewerkt. 2 maanden later had ik dus de wereldprimeur waarin dit artikel door 2 Canadese onderzoekers onderuit werd gehaald. En ik was natuurlijk apetrots. Ik won ook een prijs overigens met dat artikel toen. Dus ik kreeg ook wel wat credits. Maar het KNMI begon mij meteen aan te vallen. Als, Marcel Krok is een klimaatskepticus en weet ik wat allemaal. En ik dacht van, eigenlijk die reactie van het establishment, dus de reactie van het KNMI, die triggerde mij pas het meest om door te gaan. Als het KNMI toen had gezegd van, wow, Marcel, goed werk. Dit is inderdaad een fout van ons. We gaan dat rechtzetten. Zo werkt wetenschap. Maar dat gebeurde allemaal niet. En wat schetst mijn verbazing? Ja, dus deze grafiek, deze hele episode beschrijf ik uitgebreid in mijn boek. Maar onlangs, heeft u gehoord, is er een nieuw IPCC-rapport verschenen. Hè? Het 6e IPCC-rapport. En wat schetste mijn verbazing? Ik had het echt niet zien aankomen. Opnieuw de hockeystickgrafiek. Na alle kritiek op die eerdere hockeystick, hebben ze hem een aantal IPCC-rapporten weggelaten. Hebben ze hem in de luwte gelaten. Maar nu dachten ze, die kritiek op die hockeystick, iedereen is het al lang vergeten. Wij waren er ook allemaal klaar mee. Wij, de critici, waren er allemaal klaar mee. We hadden er jarenlang over gesteggeld. En hoppa, daar is die weer. Ja? Dus ik heb mijn oude maatje uit Canada, die toen die hockeystick, Steve McIntyre, heb ik gebeld. Gezegd, Steve, we moeten weer aan de bak. En Steve had er helemaal geen zin meer in. Die zit lekker te twitteren en weet wat allemaal. En die is ook in de 70. Maar ja, nu gaan we toch maar weer aan de slag. Dus, goed. Dus is dit een vals voorgeschreven verhaal? Ja, dit is gewoon een vals verhaal. Die hockeystickgrafiek, die rammelt echt aan alle kanten. Dit is gewoon geschiedvervalsing. Ja, dit is een vals beeld schetsen van de klimaatgeschiedenis met als doel de indruk wekken dat het pas vanaf 1850 dat we CO2 gaan uitstoten, dat het dan echt helemaal misgaat met het klimaat en dat het dus onze schuld is. Deze week, ik weet niet of je mee hebt gekregen, de paus en 2 hoge kardinalen, statement uitgevaardigd. He, we moeten nu toch echt allemaal, he, dus in, en er staat ook in, he, sinds, zondig. De mens is zondig vanwege, he, dus de paus heeft het nu zelf gezegd, we zijn zondig vanwege onze lifestyle en vanwege de uitstoot dus van CO2. Nou, dan hebben we. Ik dacht, deze mevrouw zal het vast goed doen in dit publiek. Nou, dat blijkt. Ja, het roept veel emotie op. De avond dat zij de verkiezingen won, tussen aanhalingstekens, want ze was natuurlijk tweede, maar het werd gebracht als een klinkende overwinning. Toen zei ze, de klimaatrampen kunnen niet wachten of zo. Hè? Het oplossen van de klimaatrampen kunnen niet wachten. Maar wat zo, en zij staat daar, zij is natuurlijk gewoon een vertegenwoordiging van deze stroming. Hè? Ik bedoel, dit wordt dus niet weersproken door het KNMI, door het PBL, door alle wetenschappers aan de universiteiten. Die laten dit gewoon gebeuren. Zij mag dat gewoon keer op keer op keer, mag ze spreken van klimaatrampen. Nou, er is dus maar 1 grafiek waarmee je dus dat hele verhaal eigenlijk helemaal naar het Rijk der Fabelen kunt verwijzen. En dat is deze grafiek. Wat je hier ziet, is klimaatgerelateerde sterfte op aarde. Nou, dit is de afgelopen 100 jaar. En zoals jullie weten is de wereldbevolking gigantisch gestegen in die afgelopen 100 jaar. Maar de sterfte door klimaatgerelateerde rampen, dus dan heb je het over overstromingen, orkanen, droogte, bosbranden, al die dingen die ons iedere dag worden aangesmeerd, dat we daar steeds meer van hebben en dat het allemaal steeds verschrikkelijker is geworden. Dit is er met de sterfte gebeurd. Ja? De sterfte is gewoon vrijwel verdwenen. Het bestaat niet meer. Komt dat omdat die rampen niet meer gebeuren? Jawel, die rampen gebeuren nog steeds. We hebben deze zomer ook doden gehad in Duitsland door overstromingen. Er vallen nog steeds wel doden door rampen. Alleen, we zijn welvarender geworden. En doordat we welvarender zijn geworden, kunnen we ons steeds beter voorbereiden. We bouwen goede huizen. We kunnen huizen bouwen die tegen aardbevingen kunnen, enzovoort, enzovoort, enzovoorts. Dus we zijn juist steeds minder kwetsbaar voor klimaatverandering.
Maar het establishment vertelt, praat ons aan dat we in een grote klimaatcrisis leven. En dat we straks gaat dat dus onze persoonlijke levenssfeer binnendringen met CO2-budgetten, persoonlijke CO2-budgetten. TNO heeft al een rapport gepubliceerd een paar maanden geleden over het persoonlijke CO2-budget. Mochten ze onderzoeken hoe de burger dat ging accepteren. Dat mochten ze even gaan kijken. Nou ja. Tot slot, want ik heb een hele strenge voorzitter en die zei dat ik echt niet over mijn tijd mocht gaan. Waar gaat het heen? Want Stichting Clintel, waar ik ben met Guus Berkhout, emeritus hoogleraar Guus Berkhout, zijn we Stichting Clintel begonnen. We proberen gewoon goede stukken te schrijven, persberichten te versturen naar de media. Wat merken we? We worden volledig genegeerd. Gewoon echt complete boycott. En ondertussen zien we dat Urgenda gaat naar de rechter. Milieudefensie gaat naar de rechter. Hij heeft nu zelfs een rechtszaak gewonnen tegen Shell. En wat zien we op de achtergrond gebeuren? En dit is nu nog onzichtbaar eigenlijk voor het brede publiek en in de media. Deze term heeft u misschien wel eens van gehoord, ecocide. Ecocide is het idee dat de mensen, die is zo'n verwoesting voor de planeten, en soms hebben wij natuurlijk ook milieu, leiden we ook tot milieuschade, milieuverontreiniging. Maar dit willen ze vast gaan leggen in het internationaal recht en met name het internationale recht in Rome. Dus zodat zeg maar milieumisdaden aangekaart kunnen gaan worden bij het International Criminal Court. En de definitie die ze hanteren, er is nu nog geen vaste definitie, maar de definitie die ze hanteren, die is, neem dat nu maar even van mij aan, die lijkt heel breed en allesomvattend, dus ook allerlei milieudelicten, maar die is maar op één ding gericht. En dat is weer CO2. Dus als dit doorgaat en dit inderdaad vastgelegd wordt in internationaal recht, dan mag meneer Ben van Beurden, de directeur van Shell, die mag zich straks dus gaan verantwoorden in Den Haag bij het internationaal gerechtshof. En waar dus de klimaatactivisten op uit zijn, is daadwerkelijk bedrijven die dus veel CO2 uitstoten. Dus de oliebedrijven, die zijn altijd de scapegoat. Oliebedrijven gaan aanklagen bij het internationale criminal court. En op die manier dus, via het recht in feite je beleid doordrukken. Dus dan heb je de politiek niet eens meer nodig. Mark Rutte en Kaag hoeven alleen maar te zeggen, joh, wij volgen internationaal recht, wij hebben geen andere keus. We moeten deze mensen gaan aanklagen, enzovoort, enzovoort. Ja, dus dat is helaas de tendens die ik waarneem vanuit mijn jarenlange ervaring met dit dossier. En vanuit Clintel, ja, als gewoon stukken publiceren geen effect meer heeft, wij overwegen dus nu ook rechtszaken te starten. Dus in feite tegen rechtszaken te gaan starten. En we overwegen serieus om ons We overwegen serieus om ons te gaan mengen in de Shell klimaatzaak. Er is in het Nederlands recht een mogelijkheid om je als derde partij, want Milieudefensie en Urgenda, die hebben vanuit het algemeen belang, beginnen ze een procedure. Dus nou ja, goed, wij als stichting kunnen dat dan ook doen, want wij komen ook op voor het algemeen belang. Dus dit is helaas, moet ik zeggen, want ik ben altijd heel erg geweest voor inhoudelijk overleg en inhoudelijk debat. Zeker binnen de wetenschap moet je niet die gang naar de rechter maken, maar er rest ons eigenlijk geen andere keus. Bedankt. Ja, dankjewel.